iedereen. Vijf dagen per uur. Onze drie kandidaten gaan weer spelen voor deze schat aan prijzen met een waarde van 45.000 gulden. En dan hebben we in de tweede ronde altijd onze extra reis. De bonusprijs naar Italië vanavond. En hier is hij, de auto van het jaar, 1995. Laat het maar lekker regenen, want hij kan het tegen. Een auto te waarde van 23.300 gulden. En oelala, Patricia. En hier is hij, het ovationele applaus voor Hans van der Tocht. Dankjewel allemaal, dankjewel. Goedenavond ook thuis, hartelijk welkom. We gaan weer gezellig een half uurtje ratten met de grote puzzelfamilie in Nederland en met drie nieuwe kandidaten, want gisteren is de keuken eruit gegaan en wie weet vanavond wel weer de auto. U weet het, hè, eerste ronde, hoogste bedrag wil ons altijd weer de 1000 gulden. Eenmaal de bankroet, eenmaal verliesbeurt en er is eenmaal de joker. En die staat er ook vanavond weer stralend voor onze camera. Dat is dus... Ze zijn er weer vanavond. Ja, al die fans van Patrice. Oké, ik heb het weekendje weer hier. Dat gaan we op het rad leggen op de 700 gulden. En daarna graag vlug de kandidaten aan u voorstellen. En van links naar rechts zijn dat vanavond. Annemiek, dit is Marjan. En we gaan naar Chris. Hallo Chris. Chris, dames en heren, die komt uit Lelystad. En hij is politieagent van beroep. Dat doet hij niet in Lelystad, maar in... hoor je meteen... Krijg je nou altijd, hè? Altijd. Altijd gejoel, hè? Nee. In Amsterdam, wou ik zeggen. Daar, daar oefen je je vak uit, hè? Ja. In welke buurt zit je? Ik zit in Amsterdam-Oost, daar waar Ajax... Ajax. Voetbal. Ja, nog wel. Hè. Volgend jaar gaat het naar het mooie nieuwe stadion. Zeg, ben je brigadier? Ga je de straat op? Of zit je al op kantoor? Wat is precies je functie? Ik ben brigadier. Brigadier, ja. Ik zit momenteel een beetje in de drugssfeer. Het proberen in banen te leiden van de overlast vanuit panden en die daar die in die buurt gebeurt. Ja. Zeg, in je vrije tijd nu leuke dingen? Vrije tijd werk ik eigenlijk ook. Ook. Ik probeer wat de ministers op een gegeven moment de mogelijkheid geven voor de mensen om te sparen voor een oude dag. Ja. Probeer ik de mensen te laten benutten. Oh, je geeft wat van financiële tips aan mensen. Ja, om ze een beetje met de belasting een centje kunnen sparen. Dat nou, is een leuke hobby lijkt me. Ja, heb je wat klantjes? Dat doe je echt vrijwillig gewoon. Dat als part-time naast. Ja, goed zo. Dan gaan we even luisteren mee hoor. En kijken weer. Hey, succes, we bij ons in de rand. Dames en heren, Chris was dit, uit Lelystad. Ja. Hi, Marjan. Marjan, dames en heren, je komt uit Capelle aan de IJssel. Zij is moeder van één kind, hè? Ja, dochter. Dochter, hoe oud is ze? 4,5. 4,5. En daarnaast ben je gek op koken in je vrije tijd en dan een beetje de buitenlandse keuken, Een beetje Indisch, een beetje Japans, Chinees. Ja. En verder lezen nog, hè? Heel veel. Ja, speciale auteur die je leuk vindt? De makkelijke boeken, Gonzalik, Agatha Christie. Oh, dat soort dingen. Thrillers. Lekker. Nou, ik hoop dat je vanavond lekker wegdraait bij ons. En dat je op de goede bedragen komt en ook de goede medeklinkers en klinkers haalt. Ik wens je erg veel succes. Dames en heren, dit is dus Marjan. Ja. En onze derde kandidaat, die woont in Schijndel. Een zeer actieve dame is dit, hè? Dat mag je wel zeggen. A, heb je al een aantal beroepen. Je bent horecamedewerkster, onder andere. Ja. Je doet animatie ook in de horeca. Ja. Wat is dat precies trouwens? Wat... Dat is op themafeesten dan als heks of als waarzegster. Tijdens het eten loop je langs de tafels. Oh ja, ik ken dat. Dat is trouwens wat we ook in het rad hebben, hè? Die feestavonden en zo. Dat is heel leuk. Ja, het is bij mij vlak naast de deur in Amsterdam hebben ze ook zoiets. Hé, en wat is nog een ander beroep heb je? Ik ben eigenlijk activiteitenbegeleidster bij de Mentorpiade. Oh ja, dat is het grootste deel van de week voel je daar de tijd mee. Ja, en toneelspelen doe je? Heel veel. Ja, carnaval hou je van. Dan een beetje in dezelfde richting eigenlijk. Allemaal toneel, dans, muziek. Ja, en dat kan je weer gebruiken als je dan in zo'n horecagelegenheid staat. Ja? En wie weet je talenten ook vanavond hier het Rad van Fortuin. We zullen zien hoe die uit zullen pakken. Ik wens je erg veel succes in ieder geval, alle drie. En we gaan het radspel uitleggen voor ronde nummer 1. Daar gaan we. Zo, in deze eerste ronde zoeken wij nu een instelling. 15 letters. En het is Annemiek die als eerste gaat draaien. Een instelling, Annemiek. Gaat naar de 450. Mark de R van Richard. En Richard zit er één keer in. Goed. Een instelling. 200 gulden. De S van Simon. Ja, ook een keer. €750. De N van Nico. Nico, ook een keer. Ja hoor. Je pikt de goede eruit. En
je pakt de joker, lekker, ja. Pak hem maar daaruit en leg hem neer. Dan draaien we meteen verder, Annemiek. Ja. We gaan naar de 200. De P van Pieter? Ja, ook één P. Dan wil ik daar een klinker kopen. Ja. De A van Anton? Een Anton, één keer slechts. Dat valt een beetje tegen. Ja, draai hem maar weer. Een instelling, wat zou het zijn? 200 gulden. Ja, helaas, net naast het weekendje. De C van Cornelis? Eén keer, ja. Allemaal goede medevrienden, maar één keer in de zin. 1300 gulden heb je. En daar komt misschien 400 bij. De H van Hendrik? Ik heb ook de H, ja. Wil ik daar een klinker kopen? Ja. De E van Eduard? Een E, we gaan eens kijken. Twee keer, Annemiek, heb ik die. Een instelling. Ja, ga je draaien ook. En de volgende joker heeft ze ook te pakken. Ja, ja. Zo gaat het goed. En draai maar weer. En we komen op 600. De K van Karel? Ja, twee keer de K. Goed. Wij zien doen we dat nog niet. Hoe heet nou zoiets, hè? Ja. Ja. 600 gulden. De G van Gerard? Ja, natuurlijk, de G, ja. Wil ik het graag zeggen? Ah, we gaan luisteren. Kerkgenootschap. Natuurlijk, een kerkgenootschap, ja. Goed gedaan, meisje. Heel keurig, heel keurig. Er staat in het totaal 3000, ben je gelovig trouwens? Hij was in de kerk. Ik ben rooms-katholiek, ja. Je bent rooms-katholiek, ja. Goed. 3000 gulden staat er, ga je gang en kies een paar mooie dingen uit. Ik wil graag voor 1950 gulden de Kool-Vries combinatie. Dat dacht ik al, inderdaad. Dan haal je nog over 1050 gulden. Voor 400 gulden de Soundman CD-speler. Soundman CD-speler, dan staat er nog 650. Voor 170 gulden friteuze. 170 gulden friteuze, hou je nog 84 over. Voor 250 de kleding. Kleding voor 250, we hebben nog 32 staan. Handverzorgingspakket van 140. 140 gulden, het handverzorgingspakket. Dan heb je nog 9 tientjes over en die gaan mee naar de volgende ronde. Gaston. Voilà. Ja. Annemiek, daar gaan we. Een leuke ronde. Deze prijzen zijn voor jou. Je handen zijn perfect verzorgd met deze producten uit de bekende hand- en nagelverzorgingsserie. Dus beste kandidaten voor jou voortaan fluweel zachte handen en mooie nagels met parelwitte randen. De friteuze met zijn uitgekiende ovale vorm heeft een binnenreservoir van edelstaal. De vele veiligheidsdetails geven je een safe gevoel tijdens het gebruik van deze gewinner te waarde van 170 gulden. Een Nederlandse modefabrikant brengt dit voorjaar de mode weer in beweging met het Less is More principe. Je mag zelf iets leuks uitzoeken te waarde van 250 gulden. Het zal je geen moeite kosten. Nergens meer naartoe zonder Soundman. Van CD naar cassette of lekker de radio. Alles klinkt even perfect. En uiteraard is dit apparaat voorzien van uitgebreide bedieningsfuncties. Hij is er in twee kleuren en zal voor jaren muziekplezier gaan zorgen. Van deze Kool-Vries combinatie mag je wat verwachten. Door zijn extra dikke isolatie gebruikt hij weinig stroom en op het elektronische controlepaneel zie je precies wat hij doet. Deze ferme jongen van 324 liter slaagt met vlag en wimpel voor het Kool-Vries examen. De eerste prijzen voor onze Annemiek uit Schijndel en hier zijn haar moeder en zuster. Ja. Dat kan je zien hoor, zeker die zuster. Ja, die lijkt sprekend op je. We gaan het verder onderspelen mensen. Hoogste bedrag is nu maar liefst 2000 gulden. Er komt wel weer extra gevaar bij, namelijk de tweede bankgoed. Op Liesbeth hebben we weer het bekende setje gegeven. Die is nu uit het spel. Joker, die zit er nog wel in. Winkel is uiteraard weer helemaal anders met mooie nieuwe ijskasten, gasfornuizen. Ik weet niet wat ik allemaal voor mooie dingen zie staan, maar het is in ieder geval heel veel. En we kunnen misschien op vakantie tenminste, als we de bonus winnen. Gaston, waar vliegen we heen? Oh, ik zie het al, lekker. Dus wordt ja, het Italië, ja, heerlijk. Rechtstreeks naar het mooie La Bella Italia. Daar word je als een echte gast van Italië heerlijk verwend. Je slendert door de eeuwenoude stadjes, geniet van de heerlijke keuken en natuurlijk het aangename klimaat. Wij wensen Annemiek, Marianne en Chris veel succes met de bonus van vanavond. Ja, daar sluit ik me mee aan, want het hier uitgaat, dat zeg ik altijd natuurlijk. Dat is ook leuk. En we zullen het zien, hè.